extra beveiliging bij recreatieplas Buslo. Na overlast door jongeren eerder deze maand. Goedenavond. En verder in het nieuws vandaag gaan we door de btw-verlaging in Duitsland massaal de grens over. Of blijven we onze lokale ondernemers steunen? En de lokale partij D66 in Apeldoorn pakt de woningnood in de stad aan. Zij willen dat woningzoekenden terecht kunnen in lege winkelpanden. Er zijn nu mensen aan het zoeken. Die zijn al jaren op een wachtlijst en die kunnen niet aan een woning komen. Met dit warme weer is het druk bij verschillende zwemplassen in Gelderland. 2 weken geleden, tijdens Pinksteren, zorgde dat bij recreatieplas Buslo voor problemen. Verschillende groepen jongeren gingen daar met elkaar op de vuist. Om te voorkomen dat dit weer gebeurt, heeft de beheerder verschillende maatregelen genomen. In dit jongerengebied hebben we echt een zone ingesteld. En het is eigenlijk gewoon een zero-tolerance zone geworden. Dus we willen geen alcohol hebben, we willen geen glaswerk. We zagen ook heel veel lachgas. En we hebben ook in ons terreinreglement nu opgesteld dat verboden is hier. En om dat te controleren loopt Thomas er nu extra rondjes over het terrein. Dat willen we eigenlijk niet. En hij niet alleen. Hij heeft speciaal ook beveiligers ingehuurd. Die beveiligers die spreken de mensen actief aan. En op hun verantwoording. Je merkt ook wel dat er vorige week merkt ook wel heel veel alcohol en dat soort dingetjes. Maar dat, ik zie dat iedereen nu wel voorzichtig die dingen soms weggelegd of niet meeneemt. Mm-hmm. Dus we merken wel verschil. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn er na de vechtpartij van Pinksteren nog geen gebiedsverboden opgelegd. Iedereen krijgt een tweede kans, maar Thomassen en zijn collega's staan klaar om in te grijpen. Gaat het mis, spreken ze aan. Gaat het heel erg mis, dan komen we in de namen noteren en dat soort dingen. En dan komen we die naam dan nog een keer tegen. Ja, dan zul je vast wel bij een paar mensen een gebiedsverbod moeten opleggen. En dan hebben ze hem ook direct voor een jaar. Dus dat zal vast wel werken, denk ik. Maar vooralsnog is het rustig. En met de extra maatregelen hoopt Thomassen dat ook zo blijft. Of het echt effect heeft, dat zien we door de tijd heen. Maar we hopen het wel in ieder geval. Ja. De afgelopen maanden werd Nederlanders en Duitsers geadviseerd alleen de grens over te steken als het strikt noodzakelijk was. Maar door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen we weer vaker naar onze oosterburen en andersom. Maar wat gebeurt er nu Duitsland vanaf 1 juli de btw verlaagt? Duitsers kunnen weer als van ouds winkelen in Winterswijk. Het is alleen de vraag of ze dat nog steeds massaal doen nu de Duitse regering de btw verlaagd heeft. Winkeliers en marktkooplieden in de Achterhoekse grensplaats zijn niet bang dat de oosterburen hen links laten liggen. Nou, voor Winterswijk hier in principe niet, omdat je hier toch nog gratis kunt parkeren. We hebben toch nog wel producten die je in Duitsland niet kunt krijgen. Bezoekers van de markt geven haar gelijk. De kiezenausval is ganz anders wie bij ons, zeg ik jetzt mal. En alleen die atmosfeer. Nee, atmosfeer is zeer goed. Maar jetzt geht die Mehrwertsteuer in Duitsland geht nach unten. Wie vindt het dat? Wird sich bei uns nichts verändern. Also, bleibt so. Wir fahren immer hierhin. Warum sollen wir woanders hinfahren? Het lijkt erop dat Winterswijk een trekpleister blijft voor de Duitse buren. Maar Peter ten Hagen van de winkeliersvereniging vreest juist een omgekeerde beweging. Ik denk dat de Winterswijker eerder naar Duitsland gaat. Omdat de boodschappen wellicht wat goedkoper zullen zijn. En natuurlijk ook de benzine, daar zal het ook op schelen. Dus als je voor je boodschappen gaat en je gooit direct je tank vol. Ja, dan kan een ritje over de grens lucratief zijn. Ja, dat zou natuurlijk heel jammer zijn. We hebben natuurlijk afgelopen weken, maanden enorm gelobbyd om lokaal te kopen. En een dergelijke btw-verlaging van de Duitse regering zet dat geen kracht bij. Ja, we hebben ook te maken met veel leegstand in de winkelstraten. En aan de andere kant is de woningnood hoog. In Apeldoorn willen ze het ene probleem met het andere oplossen. De lokale D66-partij gaat daarom leegstaande winkelpanden digitaal kraken. Gewapend met een poster en een mobieltje gaan de partijleden op zoek naar leegstaande winkelruimtes. Vooral deze ruimte aan de Molenweg valt op. Er zijn 2 winkelpanden, kantoorpanden, met een dubbele bestemming. Die staan al leeg sinds 2003. Zo'n iets van 400 vierkante meter. Er kunnen zo een paar jonge mensen, onze kinderen kunnen daar wonen, onze ouders. Volgens de partij is de woningnood hoog in Apeldoorn. En dat onderschrijven ook 2 jonge woningzoekenden. Ik ben al ruim
nou, ruim 2 jaar echt vol aan het zoeken. En ja, tot nu toe niks gevonden. Ik reageer gewoon iedere week, krijg ik het in mijn mail. Maar ja, dan kom ik elke keer op een plekje 15 of 20 of nog hoger. Chris woont noodgedwongen nog thuis. Sabrina zoekt al 7 jaar een eigen plek en woont ondertussen op een recreatiepark. Het steekt hen als ze de lege gebouwen in de stad zien staan. Daar baal ik best wel van. Dan denk ik, daar kunnen ze toch ook dingen van maken. Nee, ik vind wel dat ze daar iets mee moeten doen, inderdaad. Dat is ook zonde, toch, van de gebouwen en zo. En als je daar mensen blij mee kan maken, dan ja, vind ik dat ze daar wel iets aan moeten doen. D66 stuurt de lijst met adressen naar de gemeente. Die zou dan de eigenaren aan moeten spreken. Volgens de partij is in de leegstaande ruimte nog plek voor 250 woningzoekenden. Zometeen, Nunspeet is in de ban van Kunstpost. Inwoners kunnen mensen een hart onder de riem steken met een mini-kunstwerk. Want het is nu coronatijd, maar we zijn er nog lang niet. Het is nu allemaal wel wat soepeler, maar we zijn er nog niet. Een brand heeft vannacht een grote kippenschuur in Barneveld in de as gelegd. Hoeveel kippen er in de stallen aan de Donkervoorterweg waren, is niet bekend. Maar een paar honderd zouden de uitslaande brand hebben overleefd. De schuur, die bestaat uit 5 aan elkaar verbonden stallen, is grotendeels verwoest. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De woning in Neede, waar donderdagavond een dode vrouw werd gevonden, is nog niet vrijgegeven door de politie. De komende dagen wordt het huis nog onderzocht, omdat het erop lijkt dat de 29-jarige vrouw met geweld om het leven is gebracht. Voordat agenten haar lichaam vonden, troffen ze een bebloede man aan. Het bleek te gaan om een medebewoner. De verdachte is aangehouden en zit nog vast. Digitaal zingen en dansen is toch anders dan live in een groep. Dat vinden de kinderen van cultuurcentrum Zinder in Tiel. Na weken les te hebben gehad via een scherm, mogen ze eindelijk weer samenkomen voor een musicalles. Nog niet in het gebouw van het cultuurcentrum, maar op een veilige manier, namelijk buiten. 1, 2, 3. Kunstcentrum Zinder begint weer te bruisen. Maar de situatie is verre van normaal. Het gebouw ziet eruit als een soort militaire oefenterrein. Ik ben er inmiddels wat aan gewend. Maar als ik mensen voor het eerst de deuren door zie komen, zie ik ze een beetje schrikken. Maar wat ik toch vooral terughoor van de mensen die weer hier terug het gebouw inkomen, is: oh, wat fijn om hier weer te zijn. En wat fijn om weer gewoon, al is het op 1,5 meter, contact met elkaar te hebben. De kinderen van de musicalgroep zijn het daar zeker mee eens. Want digitaal les krijgen is niet makkelijk. Ja, je had allemaal schermpjes en dan kon je elkaar op zien. En dan moest je zelf goed in beeld blijven. En Julia, die zat dus dan echt zo. En dan bleef ze 3 miljoen jaar staan. En toen was ze zo en toen bleef ze weer 3 miljoen jaar staan. En dat was dus heel raar. Maar ook de buitenles heeft beperkingen. Het is wel een beetje raar, want je ziet allemaal mensen om je heen staan. En die kijken je dan zo aan van, wat ben jij aan het doen? Dan voel je wel iets awkwarder als allemaal mensen staan te kijken. Of zoals daar nu zijn ze, daar zijn ze aan het schoonmaken, precies als wij musical les hebben. En dan horen we het dus niet goed. Maar de leerlingen kunnen zich in ieder geval weer lekker uitleven. Over het algemeen zijn de reacties wel heel positief. Kinderen en jongeren ook trouwens, die willen gewoon weer lekker bewegen en lekker dansen. Om iemand in deze coronatijd een hart onder de riem te steken, kun je natuurlijk gewoon een kaartje sturen. Maar in Nunspeet hebben ze iets unieks bedacht. Daar kunnen inwoners mini-kunstwerkjes naar iemand laten sturen en dat is helemaal gratis. Er wordt hard gewerkt aan de mini-kunstwerkjes die straks op de post gaan. Verschillende kunstenaars uit de gemeente Nunspeet werken er belangeloos aan mee. Het project Kunstpost is bedacht door Daphne van Beuningen. Het idee is in plaats van een kaartje een kunstwerkje te versturen. Mensen zijn eenzaam of mensen hebben het moeilijk. En ik dacht dat is een blijvend iets. Waardoor je dus als kunstenaar en als kunstgemeente juist het verschil kan maken. De kunstpost wordt over de hele wereld verstuurd. Daphne heeft een klein bedrag gekregen van de Nunspeetse Rotary. Daarmee kan ze de inpak- en verzendkosten betalen. De kunstenaars zelf verdienen er niets aan. Ik maak een kunstwerk als bemoediging voor iemand die iemand verloren heeft. Want ik maak een soort familie of een groep mensen en dan in de lucht een heel kleine engel. Ja, ik vind het wel mooi om dat uit te beelden, want het was toch ook voor heel veel families heel heftig om iemand opeens te verliezen. Dus dan, kunst doet iets met mensen, dus dat helpt dan hopelijk een beetje in de verwerking.
Inwoners van Nunspeet kunnen contact opnemen als ze iemand een kunstwerkje willen sturen. Daphne hoopt dat als het een succes is, er meer kunstpost verstuurd gaat worden. Want het is nu coronatijd, maar we zijn er nog lang niet. Het is nu allemaal wel wat soepeler, maar we zijn er nog niet. Maar je wil gewoon graag wat voor een ander doen. En dat is eigenlijk de inzet. Ik hoop dus dat er heel veel aanvragen komen. En dan nog het weer. Het was een warme, benauwde dag vandaag met een maximumtemperatuur van 26 graden. Vanavond blijft het nog heel lang warm en op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht trekt een enkele regen- of onweersbui vanuit Duitsland over Gelderland. Kouder dan 15 of 16 graden wordt het niet. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. Vooral later op de dag komen enkele buien voor met onweer. De maximumtemperatuur komt op 23 of 24 graden uit. Na morgen blijft de temperatuur rond de 20 graden hangen. Zon en wolken wisselen elkaar af en er kan zo nu en dan een enkele bui vallen. Tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws vindt u in onze app en op de site gld.nl. Nog een fijne avond en graag tot morgen.